Uw waarnemingen, uw bijdrage, geef ze door op 035-6711-338. Niet alleen mensen, maar ook vogels hebben last van vliegtuiglawaai. Ze kunnen er zelfs doof van worden en agressief. Dat blijkt uit een studie die deze week is gepubliceerd. Aan tafel een van de onderzoekers, Hans Slabbekoorn van de Universiteit Leiden. Hans, nogmaals, goedemorgen. Wat hebben jullie precies onderzocht? Ja, zoals we al jaren doen, zijn we geïnteresseerd in hoe vogels zingen en hoe ze reageren op als wij de omgeving van hen lawaaierig maken. Alleen in dit geval zijn we bij vliegvelden gaan kijken. En Savilino de Kort, een oud student van mij uit Leiden, die is inmiddels docent geworden aan de Universiteit van Manchester. En daar is hij vogels gaan onderzoeken bij het vliegveld van Manchester. En is weer gaan zoeken naar de frequenties die zij zingen, hoe hoog of hoe laag ze zingen. En we hebben heel veel gevonden dat vogels hoger zingen als het lawaaiiger is. Maar daar ontdekte hij een raar patroon. Dat op plekken waar het heel lawaaiig af en toe is, onder de vliegbanen zeg maar, van Manchester Airport. Daar leek het, of hoe lawaaiiger het was, hoe lager ze zongen. Nou, dat kon niet goed zijn, dachten we. En we zijn dat ook met studenten hier in Leiden bij Schiphol gaan onderzoeken. Dus daar zijn we ook vogels gaan opnemen. En met name de chiffchaff, die natuurlijk heel algemeen is en waar we veel zang van kunnen opnemen, die konden we makkelijk verzamelen. Maar ook hier vonden we bij de hele lawaaierige territoria dat de vogels in de meest lawaaiige plekken lager zongen dan op andere plekken in de buurt. Laten we heel even naar de chiff zelf luisteren, yes. zoals je hem de hele zomer door hoort. Ja, het hele kenmerkende chiff-chaff geluid. Ja. Wat gebeurt er dan precies? Ze gaan dus lager zingen bij veel vliegtuiggeluid. Ja, dat hebben we heel in detail kunnen onderzoeken, omdat hij zo'n makkelijk liedje heeft. De chiff-chaff die roept eigenlijk zijn naam. Alhoewel, het lijkt alsof die chiff-chaff heen en weer van een hoger zangelement naar een lager zangelement zingt. Maar eigenlijk zingt hij wel meer elementen. Is het meer chiff-chaff-chief-chaff-chief-chaff. En dat van hogere en lage elementen, daar maakt hij een selectie uit, blijkt. En als hij dus op een hele lawaaiige plek zit bij het vliegveld, dan heeft hij meer van die lagen en laat hij eigenlijk de hoogste elementen weg. Ja. Heeft hij daar voordeel van? Nou, dat is eigenlijk het verhaal bij de snelwegen, waar we zien dat ze hoe lawaaiiger, hoe hoger ze zingen. Dan denken we van nou, dat verkeerslawaai is laag van toon. Dus als je hoger zingt, ben je beter hoorbaar. Ja, dat hebben jullie eerder ongezicht. Bij Koolmees onder andere. Dat hebben we ook wel aangetoond. Ja. En ze kunnen er ook nadeel van hebben, want laag zingen kan een voordeel hebben, omdat vrouwtjes dat aantrekkelijk vinden. En als je dan hoger moet zingen om gehoord te worden, ben je misschien minder aantrekkelijk. In dit geval, die vliegtuigen die overkomen, is een heel ander verhaal. Want die komen langs en dan is het zo lawaaierig op alle frequenties, er is er eigenlijk niets meer hoorbaar. Dus of je nou omhoog of omlaag gaat, je bent niet hoorbaar. Het is ook iedere keer weer stil. We hebben de geluiden opgenomen en tussen de vliegtuigen door is het even stil als in onze controlegebieden verder weg van het vliegveld. Dus dan is het precies dezelfde situatie, dus dan zijn ze heel goed hoorbaar. Ja. Maar als het vliegtuig langskomt, en dat is om de 3 minuten, heel de dag door, is er niks hoorbaar. En we dachten dus niet dat het een, we noemen dat adaptief verhaal is, dat ze daardoor beter hoorbaar zijn. Maar dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt. Laten we even luisteren naar de chiff-chaff met vliegtuiggeluid. Je hoort niet het vliegtuig overkomen. Ja, hij komt aan. Het is echt de startbaan. En gaat hij dan weer door? Ja. En hij gaat gewoon weer door. En hij gaat weer door. Maar dus wel op een lagere frequentie. Hij zingt lager. Ja, hij zingt dus lager dan hier in de buurt, die niet onder zo'n startbaan zitten. Dus je zegt dat is geen adaptief geluid. Nee. Hij past zich niet aan om door dat vliegtuiggeluid beter hoorbaar te zijn. Maar in de stiltes gaat hij anders zingen. Wat is dat dan? Nou, wij kwamen erachter, als je gaat de geluidsniveaus gaat meten, dan zitten er territoria die wel tot 110 decibel komen. Iedere keer weer als er weer een vliegtuig overkomt. En dat betekent de hoeveelheid tijd dat je daaraan bloot wordt gesteld
en hoe hard het klinkt. Ja, dat maakt dat wij mensen bijvoorbeeld echt doof worden. En ook vogels waar we, die in het lab zijn onderzocht. Hè, binnen hebben men ook wel experimenten gedaan om te kijken wat voor schade er ontstaat bij hoge lawaainiveaus. Doen ze niet altijd op mensen natuurlijk, maar wel op dieren. En vooral op vogels, omdat men van vogels weet dat als er schade is, dat ze ook weer kunnen herstellen na langere tijd. En dat is natuurlijk interessant, eventueel vanuit medisch oogpunt, om te kijken of dat bij mensen ook niet mogelijk zou zijn. Dus dat is de oorsprong van dat onderzoek. Maar de geluidsniveaus hier, die zijn dusdanig dat die vogels wel doof kunnen worden. Alleen hebben we ons nooit gerealiseerd dat dat dus ook geldt voor in het wild levende vogels die in de buurt van vliegvelden wonen. Ja, ja. Maar ze gaan dus lager zingen. Is dat erg? Ja, dit, ja. Wat doet dat met ze? Nou, dat is de vraag. Want ze worden dus doof. En dat is hetzelfde doof als dat je naar een heftig rockconcert bent geweest. Ja, dan zitten je oren te suizen en dan hoor je minder dan daarvoor. En dat herstelt zich langzaam. Maar dat kan, als het zo heel de dag maar doorgaat, ja, dan kan dat heftiger zijn. Wij denken dus dat er eigenlijk met name de hoge frequenties dat je minder goed hoort. En dat die vogels daarom eigenlijk geen feedback meer krijgen van als ze hoog zingen. En dat ze daarom eigenlijk dat weglaten vallen. Als ze hoog zouden zingen, zou het toch ook in de stille periodes niet meer hoorbaar zijn door de vogels in de buurt. En daarom zingen ze waarschijnlijk lager. Ook dat weten we, hè, verdenken we, omdat mensen die doof zijn, als die praten die ook wat lager. Ja. Maar we weten ook dat kanariekwekers, die hebben de wasserslinger of de waterslagers gekweekt. Men dacht dat ze kweekten op lager bubbelende tonen. Maar we ontdekten later dat ze ook eigenlijk hebben gekweekt en geselecteerd op beesten die doof waren in de hogere registers. Ja, en dat ze daarom lager zingen. Maar dat lagere zingen van die tjiftjaffen dus, dat doen ze omdat ze dover worden. Ja, en zijn ze dan toch, ondanks die doofheid, door elkaar te verstaan, te begrijpen? Ja, we hebben afspeelexperimenten gedaan. Dat betekent dat we een soort eigen liedje daar afspelen. En daar reageren ze nog wel op. Dus ze horen nog wel een gedeelte. Maar wat interessant was, is dat de beesten die op het vliegveld zitten veel agressiever waren dan de dieren die verder weg van het vliegveld zagen. En hoe merk je dat dan? We zetten daar een speaker neer. En normaal stoppen ze eerst een beetje met zingen. Gaan ze dichterbij komen en ze gaan weer zingen. En zo scoren we hoe sterk de reactie is. Nou, en op het vliegveld gaan de meeste van die beesten, die scheren over die speaker heen en stappen er, landen er ook bovenop en beginnen op die speaker te pikken. Oh ja? Dus ze zien niet eens een vogel. Ze horen alleen een indringer in hun territorium en zijn ontzettend agressief. En dat is dus een maat voor de agressiviteit. En dat is iets wat we hebben ook wel in stadsomgeving. Hè, dat vogels wat agressiever zijn dan in de buitenomgevingen. Dus dat kan te maken hebben met veranderende leven in de stad of met het lawaai in de stad. Ja. Maar deze beesten, ja, die zijn zo heftig aan dat lawaai blootgesteld. En we zien hier een hele heftige, agressieve reactie. Ja. Dus ja, die link tussen lawaai en agressie, ja, die lijkt nu wel heel duidelijk. Ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Dat kan het mee te maken hebben dat ze gestrest zijn door het lawaai en daardoor makkelijker tot agressie te triggeren zijn. Of het kan zijn dat ze inderdaad elkaar minder goed horen of maar een gedeelte van de zang horen, dat de details niet meer overkomen. En die zang is natuurlijk toch om te communiceren van, hey, wegblijven hier. Ja. En dat de conflicten al opgelost zijn voordat er eigenlijk tot vechten komt. Wat zijn daar nou de gevolgen van? Ze worden dus doof, ze worden agressief, ze gaan lager zingen. Heeft dat gevolgen voor voortplanting, broedsucces? Ja, dat hebben we nog niet gemeten, maar we verwachten, hè, als je kunt voorkomen dat je moet vechten, heb je je energie over natuurlijk om voedsel te zoeken of om je territorium op een andere manier in de gaten te houden. Hè. Dat, het zingen is een groot voordeel voor zangvogels, ja, omdat ze op die manier voorkomen dat ze kwetsbaar zijn en energie verbruiken voor iets wat ze beter anders in kunnen zetten. Dus we verwachten wel dat ze een lager broedsucces daardoor zouden kunnen hebben. Maar toch zitten die beesten zo heel dichtbij. En je zou zeggen, ga dan ergens anders zitten. Een vogel kan vliegen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ze gaan een stukje verderop. Nou, en wat dat betreft is het een selectiedruk waar een vogel mee te maken heeft als vele andere. En er zijn vele andere selectiedrukken. En waarschijnlijk zijn dit toch dieren die of historisch gezien hier komen en eigenlijk geen reactie meer hebben om ergens anders naartoe te gaan. En dat ze dus eigenlijk zo'n drang hebben op dezelfde plek te broeden als wat ze voorheen hebben gedaan, dat ze daar blijven. En ja, de nadelen maar op de koop toenemen.
Ja. Want het is voor een vogel best een risico om van territorium te verkassen. Om ergens anders een nieuw territorium te krijgen. Want ja, het zit best vol met tjiftjaffen. Dus het is een concurrentie met anderen. En misschien, we weten ook van eerder onderzoek al dat langs snelwegen de fietsen daar ook niet de topfietsen zijn waar een vrouwtje zeg maar warm voor loopt. Dat zijn vaak de eerstejaarsdieren of de minder kwalitatief slechtere beesten die ja, toch genoegen moeten nemen met ja, een habitat, een territorium wat niet zo goed is en niet zo geschikt is. Zou het ook kunnen dat zo'n populatie dicht bij vliegvelden, dat die gewoon minder en minder wordt en instort, zonder dat de dieren zich gaan verplaatsen naar een andere plek, omdat misschien niet kunnen, niet zeker willen, niet... Ik denk dat de reproductief succes lager is. We hebben dat met snelwegen al aangetoond, dat lawaai zeg maar minder en slechtere vogeltjes oplevert in de legsels. Dat zal hier ook zo zijn. Maar het kan wel zo zijn dat er altijd een overschot aan beesten is die geen territorium te pakken krijgt. En daar dan toch weer. En dan lijkt het alsof het best goed gaat met de populatie rond die vliegvelden. Maar dan zijn het eigenlijk dieren die of zelf al slechter van kwaliteit zijn, of daar nog wel wat proberen, maar eigenlijk niet tot reproductie komen. Ja. Wat betekent dit nu? Wat is nu een volgende stap? Ja, je kunt dit gaan extrapoleren natuurlijk naar alle vliegvelden die er in de hele wereld zijn. En dat zijn er nogal wat. En dat, ja, daar zit alleen maar uitbreiding in. Ja. Daar zal toch interesse nu zijn om te kijken van, nou, of het inderdaad tot reproductief nadeel leidt en wat voor effecten dat heeft. Moeten we dan bijvoorbeeld beter daar rekening mee houden bij zo'n MER-procedure die gevolgd moet worden bij de uitbreiding van een vliegveld of het aanleggen daarvan? Ja, je kunt dat meenemen natuurlijk. Kijk, het is dan weer een afweging van ja, hoe moeten we ons zorgen maken over de tjiftjaf-populatie als geheel? Nee, natuurlijk niet. Het is een vrij algemene vogel. Maar ja, het is wel een vogel met veel individuen die daar aan het broeden zijn en die daar toch doof worden ieder seizoen weer. En waarschijnlijk tot slechte reproductie komen. Geldt het ook voor andere vogels? En ja, we hebben meerdere soorten opgenomen en we zien dit patroon bij meerdere soorten terug. Dus het is zeker niet uniek voor de tjiftjaf. En ja, als het wat voor de tjiftjaf geldt, geldt waarschijnlijk ook dan voor soorten die zeldzamer zijn en waar wij dan ons wel zorgen over maken op verschillende plekken. Krijgen nu mensen en milieuorganisaties die bijvoorbeeld tegen de uitbreiding van Schiphol zijn en Lelystad, krijgen die nu hulp uit onverwachte hoek, zeg maar? Ik zou zeggen, nooit hulp uit onverwachte hoek. De wetenschap is er om informatie te verschaffen. En zowel vliegvelden als milieubeschermers daarvan in die informatie te voorzien en dan de beste beslissingen te nemen. Dit onderzoek is ook gesteund door het vliegveld van Manchester. Hè. Die heeft ook interesse met zijn omgeving en investeert ook zeker in de omgeving. Maar wat zou je kunnen doen om deze vogels te helpen? Er wordt natuurlijk toch vaak heel wat met het omliggende groen gedaan bij zo'n vliegveld. Het is niet alleen dat de vliegroutes zeg maar kaal worden gemaakt, maar er wordt vaak ook nog wel wat gemodificeerd. En dat is zeker bij Manchester ook gebeurd. Er zijn hele bossen die daar verplaatst zijn om toch lokaal ook de groenwaardes te handhaven. Nou, dan zou dit in dat verhaal ook wel meegenomen moeten worden. Om de vogels te stimuleren een stukje verderop te gaan zitten. Ja, om precies. Daar nieuwe natuur dat aan te leggen. Dat is niet alleen voor de veiligheid van de vliegtuigen, maar ook voor het welzijn van de vogels misschien wel van belang. Nou, interessant onderzoek. Dankjewel. U hoorde Hans Slabbekoorn, Universiteit Leiden. Dank je. We gaan luisteren naar nieuws en sterren. Nieuws dan gelezen door Jan van der Putten.